Goedenavond. Ruim 2000 Arcco-coöperanten die een schadevergoeding eisten, krijgen ongelijk van de rechter. Het gerecht heeft huiszoekingen gedaan in een onderzoek naar extreem rechts binnen het leger. En de Democraten leiden een belangrijke nederlaag bij lokale verkiezingen in de Verenigde Staten. Er kwam vandaag geen goed nieuws voor 2000 coöperanten van het vroegere Arco die een rechtszaak hebben aangespannen bij de ondernemingsrechtbank in Brussel. De coöperanten hadden een schadevergoeding geëist omdat ze het geld dat ze belegd hadden in Arco kwijt zijn, zoals veel andere mensen. Arco was de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging en gelinkt aan de bank Dexia. Die ging failliet tijdens de bankencrisis meer dan 10 jaar geleden. De Brusselse rechtbank heeft nu beslist dat de eis om een schadevergoeding van de coöperanten niet ontvankelijk is, omdat de bewijsvoering niet correct gebeurde. Maar er volgen nog meer processen over Arco van andere gedupeerden. Het gerecht heeft vanochtend acties uitgevoerd in een onderzoek naar extreem rechts binnen het leger. In totaal zijn 11 huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in de kazerne van Heverlee, maar ook in Sint-Truiden en in Floren. Ook verscheidene privéwoningen zijn doorzocht. De speurders wilden nagaan of de betrokken personen aangezet hebben tot geweld of terreurdaden. Er werd niemand opgepakt voor verhoor, maar de politie nam wel computers en telefoons in beslag. Deze morgen werden er dus 11 huiszoekingen uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Charleroi. 3 van die huiszoekingen hebben plaatsgevonden in militaire kazernes en 8 in privéwoningen. Ja, waarom werden die huiszoekingen uitgevoerd? De betrokken personen worden ervan verdacht van boodschappen te verspreiden die eventueel zouden kunnen aanzetten tot plegen van misdrijven gelinkt aan terrorisme. Ja. Het gaat om het extreemrechtsmilieu? Het dossier kadert zich in het extreemrechtsmilieu. De student van 19 die afgelopen weekend in zijn slaap is overleden na een studentendoop in de provincie Namen is zeker niet gestorven door onderkoeling, door een val of door geweld. Dat blijkt uit de autopsie. Het parket wacht nu het toxicologisch onderzoek af. Mogelijk is de jongeman gestorven door een overdosis alcohol. In deze boerderij, vlakbij Frankrijk, is het voorbije weekend de studentendoop doorgegaan voor zo'n 300 jongeren, onder wie Antonin. Een doop waarna achteraf nog veel alcohol gedronken is. Het afval staat nog buiten. Rond 9 uur zondagochtend merkten medestudenten op dat Antonin overleden was. Uit de autopsie blijkt nu dat veel hypothesen kunnen worden uitgesloten. Ce n'est pas une chute qui a causé le décès d'Antonin, ce n'est pas un problème d'hypothermie, ce n'est pas une intervention extérieure, une intervention violente ou quoi que ce soit. Donc là, on a pu fermer toutes ces pistes-là. On peut fermer également la piste de la mort naturelle. Donc on est en train de travailler sur la piste toxicologique. Om na te gaan of de student gestorven is aan een overdosis alcohol. Dat onderzoek moet binnen 1 à 2 weken afgerond zijn. De coronapas wordt in ons land veel vaker opgevraagd sinds hij verplicht is op café en op restaurant. In de voorbije week is het certificaat ruim 2,6 miljoen keer gedownload. Dat is bijna 3 keer zoveel als de week ervoor. En er zijn ook 200.000 papieren versies opgevraagd de afgelopen week. Sinds 1 november is de coronapas verplicht in de horeca, de fitness en ook in bioscopen, zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel. En er is sinds vandaag ook een oplossing om de huisartsen te ontlasten bij de vele coronatesten. Want vanaf vandaag kan je online een code aanvragen voor een coronatest wanneer je vermoedt besmet te zijn en lichte symptomen hebt. Via de website mijngezondheid.be kan je via een paar vragen een advies krijgen en dus eventueel een code voor een test. Op die manier moeten mensen minder langs bij de huisarts. De code is niet bedoeld voor wie met vakantie vertrekt. Enkel voor wie ziek is. Het is een eenvoudige vragenlijst op de website van mijngezondheid.be. Als uit de antwoorden die je ingeeft blijkt dat je mogelijk besmet bent, krijg je een wetenschappelijk advies om ofwel toch een dokter te raadplegen, ofwel krijg je een link waar je een code voor een PCR-test kan opvragen.
Het is zo dat we vaststellen dat er nogal wat mensen zijn die lichte symptomen hebben, die zich ziek voelen. En iedereen belt nu massaal naar de huisarts. Logisch natuurlijk, want ja, je wil weten waar je aan toe bent. De zelfevaluatietool die je kan vinden via mijngezondheid.belgië.be, die laat u toe om een aantal vragen te beantwoorden. En u krijgt een advies. Als je een code krijgt, kan je je laten testen in een testcentrum. Misbruik van het nieuwe systeem is trouwens niet uit te sluiten. Je kan de lijst zo invullen dat je een code krijgt voor een gratis PCR-test zonder dat je ziek bent, om bijvoorbeeld op vakantie te vertrekken. We gaan ervan uit dat mensen correct zullen omgaan met de tool en hem inderdaad vooral gaan gebruiken als men symptomen heeft. Maar er is tegelijkertijd één element ingebouwd, namelijk als u een testcode gaat aanvragen, dat kan u maar 1 keer per 11 dagen. De Vlaamse regering heeft vanochtend opnieuw vergaderd over extra maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te doen dalen. Vlaanderen wil in 2030 35% minder CO2 uitstoten in vergelijking met 1990. Al zijn de ambities in Europa intussen scherper gesteld voor België. Al onze overheden samen moeten nu 47% minder broeikasgassen uitstoten tegen 2030. Hoe ver Vlaanderen daarin wil meegaan, is nog niet duidelijk. Maar de Vlaamse regering moet sowieso maatregelen nemen, want ze dreigt zelfs haar eigen lagere doelstelling van 35% niet te halen. De Vlaamse regering heeft nog geen akkoord. Morgen wordt er voorgepraat over de maatregelen. Hoe realistisch is het om vanaf 2023 al gasaansluitingen bij nieuwbouw te gaan verbieden? Het voorstel van de Liberalen lag op tafel, maar lijkt weer weg. Eerst de elektriciteitsfactuur met de vele Vlaamse heffingen hervormen en dan, pas in een volgende regeerperiode, mensen naar elektrische verwarming leiden, zeggen de twee andere partijen. Een ander voorstel, vanaf 2027 zouden nieuwe auto's alleen nog elektrisch mogen zijn. Maar ook daar is sprake van uitstel, bijvoorbeeld naar 2029. Misschien zijn er tegen dan genoeg laadpalen. Een ander knelpunt is landbouw. Koeien stoten te veel methaan uit, een broeikasgas, net zoals CO2. Minder koeien lijkt dan de oplossing, maar dat ligt gevoelig bij CD&V, traditioneel de partij van de boeren. N-VA en Open VLD vragen nochtans van CD&V ook op het vlak van landbouw moedige voorstellen. En intussen tikt de tijd. Als er tegen zaterdag geen akkoord is, dan vertrekt minister van Energie Zoël Demir niet naar de internationale klimaatconferentie in Glasgow. Niet dat Glasgow daardoor zou mislukken, maar daar wegblijven zou voor Vlaanderen wel een blamage betekenen. Als we een regio willen zijn die wil uitmunten en die zich wil spiegelen aan Noord-Europa. Slecht nieuws vandaag voor president Joe Biden en zijn Democratische Partij. Een Republikeinse kandidaat heeft de gouverneursverkiezingen gewonnen in de staat Virginia. Een staat waar Biden het vorig jaar nog met voorsprong haalde op Donald Trump. In een andere staat, New Jersey, is het onverwachts een nek-aan-nek race geworden. Glenn Youngkin werd verkozen met een uitgesproken conservatief programma. Hij beloofde een belastingverlaging en hij kantte zich duidelijk tegen progressieve leerplannen in de openbare scholen over racisme en diversiteit. En dat sloeg aan. We're going to introduce choice within our public school system. Friends, we're going to embrace our parents, not ignore them. Zijn democratische tegenstander in Virginia, Terry McAuliffe, had in de campagne gezegd dat het niet aan de ouders is om scholen te vertellen wat ze moeten onderwijzen. Die uitspraak heeft hem vermoedelijk stemmen gekost. Ook in de staat New Jersey doet de Republikeinse kandidaat Jack Chattarani het onverwacht goed. Hij ziet daar de Democraten op de hielen, maar het is nog wachten op het definitieve resultaat. Opvallend, zowel in New Jersey als in Virginia hielden de Republikeinse kandidaten afstand van hun partijboegbeeld Donald Trump. Een strategie die in dit geval misschien wel geloond heeft. De resultaten zijn in elk geval een tegenvaller voor Joe Biden, intussen terug in Washington, en voor de Democraten. Nog in de Verenigde Staten zijn de eerste kinderen jonger dan 12 gevaccineerd tegen COVID. Vanaf de leeftijd van 5 kunnen Amerikaanse kinderen vanaf nu zo'n vaccin krijgen. Het gaat om de kleinere, aangepaste dosis van het Pfizer-vaccin. De kinderen zullen, net als de volwassenen, 2 prikjes kunnen krijgen
Het tweede spuitje 3 weken na het eerste. President Biden maakt zich sterk dat de vaccinatiecampagne voor kinderen vanaf volgende week op kruissnelheid zal zitten. 28 million more young Americans are now eligible for the protection of a vaccine. And my administration is ready. We're ready from day one, today. Organized and have a plan for this vaccination's launch. As soon as next week, we'll have enough vaccine and enough places, and parents will be able to schedule appointments to get their kids their first shot. Heeft u deze foto hier achter mij al gezien? Een Syrische vader, Munjir heet hij, met 1 been, samen met zijn zoon Mustafa, zonder armen of benen. Hardship of life noemde de Turkse fotograaf Mehmet Aslan deze foto. En hij won er een prijs mee van foto van het jaar op een belangrijke wedstrijd in Siena, Italië. Onze collega Inge Franke bezocht de familie in Turkije en luisterde naar het verhaal achter de foto. Munzir en Mustafa al-Nazal, onafscheidelijk zijn ze altijd samen, dag en nacht. Papa Munzir raakte zijn been kwijt na een aanval met een bom uit een helikopter van het Syrische regime in Mara in 2014. Het was een waar bloedbad. Munzir lag een maand lang in coma. In 2017 kwam zijn vrouw Zeynep terecht in een chemische aanval. Dit keer met het dodelijke sarin-gas in Khan Sheikhoun. She was pregnant at that moment. Naam, zo is die kan het hamel bij Mustafa. Na de geboorte van Mustafa is de familie overgebracht naar Turkije in een poging hem te behandelen. Maar dat lukt voorlopig niet. Bij het bezoek aan de familie Nazal valt de kracht op, de moed en het optimisme. En vooral veel liefde voor de kleine Mustafa. Honderden jongeren zijn vanmiddag en vanavond uit de bol gegaan op het Stadsfestival in Antwerpen. Het stadsbestuur organiseerde samen met verschillende jongerencentra een mini-festival op het Theaterplein om de jeugd te bedanken voor al hun inspanningen van de afgelopen maanden. Maar de vierde coronagolf gooide wat roet in het eten en zorgde voor een veel lagere opkomst dan verwacht. Jammer natuurlijk, maar de sfeer die was er niet minder om. Wij zijn er gewoon voor de 1,90 euro pintjes eigenlijk. We waren hier gewoon in de buurt en we zagen dat. Dat is gratis. Dat is gratis. Hij is een keigoede DJ. En hoe heet hij dan? Zijn echte naam is Casper, maar hij is DC Noises. Daar ben ik ook weer mee vandaag. Vanuit het stadsbestuur van Antwerpen hadden wij zoiets van kijk. Om het goed te maken, omdat wij in het begin vooral niet naar jullie hebben geluisterd, onvoldoende naar jullie hebben geluisterd. En om jullie te bedanken voor alle efforts die jullie hebben gedaan. De meerderheid van onze jongeren hadden we zoiets van, kijk, laten we een feest geven. We zitten natuurlijk nu momenteel met de vierde golf. We hebben ook COVID-safe ticketing verplicht voor het event vandaag. Wat er wel voor gezorgd heeft dat er een heel aantal jongeren vandaag helaas niet konden komen. Eigenlijk had ik wel meer volk verwacht. Maar het is wat het is, hè. En het ruikt nog altijd even lekker, denk ik. Dank u. Maar je merkt wel bij de jongeren die hier vandaag aanwezig zijn dat er wel een hele grote sfeer heerst. En je merkt toch dat dat voor heel veel jongeren deugd heeft gedaan. We hebben keiveel meisjes ontmoet deze avond. Hier super vriendelijk. Sociaal zijn en gewoon de juiste vibe. Dansen was zeker een goed idee, want het was een fris dagje vandaag en bij momenten ook nat.
Vannacht wordt het in het binnenland grotendeels droog. Later vergrote kans op wat nevel en mist. Minima tussen 2 en 7 graden. Na het ochtendgrijs morgen een wisselvallige dag met buien die van de kust het binnenland intrekken. Maxima rond 10 graden. En eindigen doen we met een prachtig record uit de reeks Guinness World Records in India. In de stad Ayodhya brandden zo'n 900.000 olielampjes voor Diwali, een belangrijk Hindoe lichtfestival. Duizenden vrijwilligers staken de lampjes aan. Het is al de derde keer dat de stad het record behaalt. Vorig jaar waren er nog maar 600.000 kaartjes. De inwoners van Ayodhya hebben dus nog een tandje bijgestoken dit jaar. Ik wens u nog een heel mooie avond. Tot ziens. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.